Goedemiddag. Grote drukte bij de hoorzitting over het sluiten van gevangenissen. Actievoerders die vanuit Gelderland naar Den Haag zijn gereisd, die kunnen de zaal in de Tweede Kamer niet in. Gelderse burgemeesters en gevangenisdirecteuren mogen daar hun verhaal doen aan Kamerleden. In de Rekken, waar TBS-kliniek Oldekotte met sluiting wordt bedreigd, vertrokken vanochtend om 7 uur 100 personeelsleden naar het Binnenhof om hun ongenoegen te uiten. In totaal moet het gevangeniswezen 340 miljoen euro bezuinigen. In Gelderland staat ook gevangenis in Doetinchem en de koepelgevangenis in Arnhem op de nominatie voor sluiting. En in Den Haag is ook onze verslaggever Annemiek Schakelaar. Tussen de actievoerders zie ik die naar binnen mogen. Annemiek, hoe verloopt het daar allemaal? Ja, onstuimig. Sowieso waait het hier echt heel hard. Maar er zijn ook heel veel actievoerders. Deze mensen komen allemaal te protesteren tegen de sluiting van TBS-kliniek Oldekotte in Rekken, in ons Gelderland. Zij waren al met heel veel mensen. Inmiddels is er ook alweer een groep van 70 vertrokken. Want ja, ze stonden hier allemaal vanochtend bij die Tweede Kamer. Hadden zich ook niet aangemeld. Hadden geen demonstratievergunning. En er was gewoon niet genoeg plek in de zaal van de vaste Kamercommissie. Want niet alleen uit Rekken waren de actievoerders, ook namens andere instellingen, al die gevangenissen in Nederland die zouden moeten sluiten, zijn er veel actievoerders. En in die Kamercommissie werd dus gesproken, mochten ze allemaal hun woordje doen, niet de actievoerders, maar directeuren. Vanochtend zijn met name de directeuren van TBS-instellingen aan het woord geweest. En zij zeggen van ja, wij hebben veel specialisatie, wij zitten dicht op die samenleving. Je moet niet maar een paar klinieken in Nederland openhouden. Dan moeten mensen heel ver van hun woonplaats resocialiseren. Dat is niet wenselijk. Ze kregen korte tijd, daarna mochten de Kamerleden vragen stellen. En dat was dan dat. En dat gaat nog door tot vanavond 6:15. Oké, dankjewel Annemiek Schakelaar op een winderige Binnenhof in Den Haag. En via onze site gld.nl houden we u op de hoogte van die hoorzitting daar. Ondanks een waarschijnlijk volle agenda van kroonprins Willem-Alexander, over een kleine 2 weken wordt hij koning, opende hij vanochtend het innovatiecentrum van de Heinz Ketchupfabriek in Nijmegen. Dit is het nieuwe pand van Heinz aan de rand van Nijmegen. Prins arriveerde om 11:00 vanochtend en de commissaris van de koningin, Cornelia, heette hem welkom. Eenmaal binnen refereert de directeur van Heinz aan zijn aanstaande koningschap. I've seen people promoted before, but that's got to be one of the biggest promotions that one step at a time. En dan verricht de kroonprins de symbolische openingshandeling. En vervolgens krijgt de prins een rondleiding door het nieuwe pand. Onder andere krijgt hij een kijkje in de keuken. Ja, het bezoek van Willem-Alexander aan Nijmegen kwam een dag na het grote televisieinterview. Dat werd uitgezonden bij de NOS en RTL. Tijdens het vraaggesprek vertelde de toekomstige koning en koningin openhartig dat ze nog lang hebben geworsteld met de aanslag in Apeldoorn. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over 2 weken bent u koning en koningin van Nederland. Tijdens het interview vertelden Willem-Alexander en Maxima dat ze nog lang van slag geweest zijn na het Koninginnedagdrama in Apeldoorn in 2009. Zeker na Koninginnedagaanslag heb ik 1 maand gehad waar elke auto die te veel remde, waar ik, ja, ik had een soort van natuurlijke of instinctieve reactie. Niet alleen maar voor jezelf, maar ook voor de mensen. Als je een bezoek gaat brengen ergens gemeente, die eerste ding die door mijn hoofd gaat is: ik hoop dat niemand waagt iets te doen. De uitzending werd dus door zo'n 5 miljoen mensen bekeken. Zo ook door de leden van de Oranje Vereniging in Velp. Ik denk dat ze het aan kunnen. Het is een leuk stel, dat kun je zien. Dat ze het samen, dat het een goed huwelijk is, goed stel. En Willem-Alexander is natuurlijk wel de koning. Maar ik denk dat ze ook toch heel veel dingen samen zullen doen. Er is een koper voor de Arnhemse Rijnhal. Het is sportketen Decathlon, heeft de gemeente Arnhem zojuist bekendgemaakt. Koop is de eerste stap op weg naar de komst van meer bedrijven op het gebied van sport en vrije tijd in Arnhem-Zuid. Eind 2011 ging de stichting Rijnhal failliet. De huurschuld was opgelopen tot zo'n 700.000 euro. Er kwam een nieuwe exploitant en die blijft tenminste tot volgend jaar zomer. De gemeente gaat ondertussen op zoek naar andere plekken om de evenementen te houden die nu nog in die Rijnhal worden georganiseerd.
De binnenlucht op de helft van de Gelderse scholen is niet fris. Lokalen zijn onvoldoende en soms slecht geventileerd. Blijkt uit onderzoek van de Gelderse GGD's op honderden scholen. Frisse lucht zorgt ervoor dat leerlingen en leraren beter presteren en het voorkomt gezondheidsklachten. Alle deelnemende scholen hebben van het ministerie een subsidie van €1.500 gekregen om de boel te verbeteren. Les krijgen van judoka Ruben Haukes. Leerlingen van 7 basisscholen in de gemeente Buren kregen dat vanochtend. Als ambassadeur voor schooljudo wil Haukes kinderen enthousiast maken voor de sport. Hij werd in 2007 wereldkampioen en won in 2008 brons op de Olympische Spelen in China. Zwembaden in de Achterhoek krijgen het steeds moeilijker om te overleven. Maar daar is nu een oplossing voor. De Coné-groep uit Zeddam neemt zwembaden over om er een commercieel succes van te maken. Zwembad Het Walfort in Aalten is al gered door de Coné-groep. De maatschappelijke zwemactiviteiten zijn op deze manier gegarandeerd. Die vinden hier nu plaats en blijven hier de komende 20 jaar ook gegarandeerd plaatsvinden. Nou, we hebben nu ongeveer 300 kinderen op zwemles. De wachtlijst van de 100 kinderen daarachter, dus het is wel nodig, ja. Dit is heel belangrijk voor mij, met name wat mijn conditie aan betreft. De leeftijd spreekt natuurlijk een woordje mee. De Coné-groep pimpt het zwembad verder op. Kijk, en hier gaan we dan de commerciële activiteiten verder uitbreiden. Met allerlei sauna-voorzieningen die aan de bestaande accommodatie worden gekoppeld. En hier gaan wij dus onze prachtige saunatuin maken, die een verlengstuk wordt van de wellness- en sauna-activiteiten binnen. Gisteren werd ook al een overeenkomst getekend met de gemeente Berkelland voor de overname van sport- en recreatiecentrum Het Speelbroek in Neede. De Coné-groep verwacht ook nog in andere Achterhoekse gemeenten zwembaden te kunnen redden. Dan het weer nog. Het is zonnig en droog vanmiddag. De zuidwestenwind is wel stevig met soms zware windstoten en het wordt 16 graden. Dit was het. Blijf het laatste nieuws vanmiddag volgen. Onder meer dus over die gevangenishoorzitting in Den Haag. Kan via onze site gld.nl of via onze mobiele app. Op tv zijn we er om 6 uur weer. Graag tot dan. Goedemiddag.